politie krijgt heel veel op zijn bord. En hebben daar in principe weinig mensen voor. Te weinig, dus heel veel bezuinigd. Nou, wat we bij Defensie aan het herstellen zijn, dat moeten we ook bij de politie herstellen. Er zijn wel bewegingen, maar dat kan nog beter en harder en sneller. Steeds meer wordt criminaliteit op lokaal niveau bestreden. Ook burgemeesters hebben hier een grotere rol in gekregen. Iets waar ze in onze provincie lang niet allemaal enthousiast over zijn. Zo bleek eerder al uit onderzoek van NH Nieuws. Maar als de burgemeesters het al goed willen doen, dan zijn er nu te weinig middelen, waardoor lang niet iedereen gestraft wordt. En dat moet snel veranderen, vinden ze. Al krijgt dat weinig gehoor in Den Haag. Nou ja, er worden natuurlijk extra agenten aangenomen, er gaat ook extra geld heen. Maar ja, er is natuurlijk altijd de vraag om nog meer dan het meer wat er al gebeurt, nog meer te doen. Dus de taak van een politicus is toch uiteindelijk in al die schaarste de keuzes te maken. Maar meer dan er nu al gebeurt, dat gaat er voorlopig niet komen. Ja, nee, op dit moment gaan we eerst een succes maken van deze investering en dan gaan we weer verder kijken. We doen er alles aan om die ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken. En dan is een eerste stapje om wat extra geld, hè, eenmalig, is niet voldoende. En de Zaanse burgemeester kan erover meepraten. Er werden in zijn gemeente meer hennepkwekerijen dan ooit opgerold. En ook wekelijks worden er drugsbanden gesloten. Volgens Hamming is het probleem in Noord-Holland groter dan nu in beeld is. En moet er snel wat gebeuren. Collega Grapperhaus is natuurlijk volop bezig met die aanpak. Politie en OM zetten er volop op in. Maar dat is natuurlijk een weerbarstig probleem. Maar daar moeten we echt ontzettend veel aandacht aan besteden. En is er ook ruimte om daar bijvoorbeeld te kijken naar meer agenten, denkt u? Collega Grapperhaus is daar echt volop mee bezig. Je bent wel verantwoordelijk voor de veiligheid in je stad. En je ziet hier echt in wijken dat de leefbaarheid onder druk staat. Dat de toekomst van onze kinderen onder druk staat. En dat pad moeten we afsnijden. En daar moeten we met man en macht aan werken. En dat kan alleen maar als we dat slimmer en meer in eendracht doen.